Hallo en welkom bij deze introductievideo over Customer Analytics. Weet jij precies in welke kanalen jouw klanten zich bevinden? In welke producten zij zijn geïnteresseerd en wat zij waarschijnlijk zullen kopen? En weet je ook hoe je dit proces kan optimaliseren? Deze intro laat kort zien hoe je data en analytics slim kan inzetten om je strategie te verbeteren. Dit is Marco, succesvol marketing manager. Vandaag kijken we verder naar zijn uitdagingen en laten we zien hoe hij deze kan omzetten in voordelen voor zijn bedrijf. Hoe kan Marco zijn klantgedrag nou het beste inschatten om te voorspellen en vervolgens te anticiperen? Ten eerste willen we dan de verschillen zien tussen de verwachte en het daadwerkelijk aantal bezoekers. Daarbij willen we verklaren hoe deze verschillen zijn ontstaan, door bijvoorbeeld promoties en het weer. Ten tweede willen we precies weten waar onze klanten vandaan komen en welke winkels zij bezoeken. Door selecties te maken op regio's of winkels kunnen we patronen en resultaten bekijken in geografische weergaven. Ten slotte willen we zo accuraat mogelijk voorspellen hoeveel bezoekers we kunnen verwachten en wat zij zullen gaan doen. Wanneer we anticiperen op de voorspellingen, kunnen we personeel beter inzetten, kosten verlagen en bovendien service voor onze klanten verbeteren. Zo maken wij van iedere klant een fan. Maar hoe gaat dit nou precies in zijn werking? Vanaf hier kan Marco verder klikken naar zijn bezoekersaantallen in alle kanalen. Hij begint met het vergelijken van de verwachtingen, waarbij hij rekening houdt met de verschillende effecten, zoals het weer en campagnes. Daarna kan hij specifieke events selecteren om delen van afwijkingen te verklaren. Ten slotte bekijkt hij wat het weer de laatste tijd is geweest en ziet hij ook hoe dit een effect heeft gehad op zijn bezoekersaantallen. Marco gaat nu verder kijken naar zijn fysieke winkels. Dit dashboard, wat voornamelijk belangrijk is voor de regiomanagers, toont de resultaten per district. Marco is de marketingmanager in Nederland. Hij ziet nu precies waar zijn klanten vandaan komen die de winkels bezoeken. Daarna kan hij inzoomen op specifieke gebieden om lokale prestaties te analyseren. Tot slot wordt er zo nauwkeurig mogelijk voorspeld en berekend hoe de bezoekersaantallen per winkel zullen zijn. Marco kan zich nu goed voorbereiden op deze prognoses. Hij kan bijvoorbeeld zijn personeelsbezetting aanpassen om de kosten te drukken, of campagnes suggereren om de aantallen te verhogen. Kortom, deze SAP-gekwalificeerde oplossing geeft een direct beeld over je customer journey. Met dit retailpakket kan je als manager sturen op je KPI's. Het geeft enorm veel inzicht in je bedrijf en heeft veel functionaliteit om alle gebeurtenissen en trends te analyseren. Doordat het ook gemakkelijk te gebruiken is, kan je steeds snelle en slimme beslissingen nemen. Wil je meer weten over onze Customer Analytics oplossingen? Ga dan eens naar onze website ctac.nl of bekijk de video's over Customer Engagement en Customer Satisfaction. Tot snel!